Ik heb een huis gebouwd van Among Us. Ik heb er fakkels omheen gedaan. Ik heb er in Minecraft 3 nachten over gedaan. En om dat hoedje te bouwen, 1 hele nacht. En 2 dagen om dit huis te bouwen. En om de binnenkant te bouwen, moest ik 1 nacht proberen te overleven. Maar ik moet nog een deur hier. Ja, een zo. Nacht in Minecraft hoop ik. Ja. Je hebt niet een hele nacht. Je hebt hier niet 3 nachten gezeten. Dat ik dacht, waar is Nief nou? Gaat hij nog slapen? Nee, maar. En toen had ik hier een gat gebouwd. En dan kom je in het hoedje van de Among Us. Het hoedje van het huis. Van de Among Us. Ja, dit is een hele grote levende Among Us. Ja, met een tafel. Waar je in kan wonen. En weer een tafel. Wow, daar zit je wel heel zielig alleen. Onder de deur. Hier een mooi raampje met een mooi uitzicht. Een kachel. Kachel. Ja, en een kist. Er zit niks in nog. Wel, kijk. Prachtig uitzicht. Dit zijn de spullen die erin zitten. Oh, een deur. Een bloem, een broodje. En zaadjes. Heb je ook nodig, ja. Zaadjes. Mooi. En hout. Vervolgens iemand die hier ook komt wonen, dan krijgt hij die spullen die geen spullen hebben. Oh, creep. Die wonen heel dichtbij omdat hier een grot zit. Komen er zombies uit en skeletten en spinnen en creepers. Creepers die komen dan uit dit gat. Kijk, er komt weer een spin uit dit gat. Wow. Ze houden van donker. En daarom heb ik dat. En die spin vliegt, kijk. Ja. Spinnen kunnen vliegen. Kijk, de zombies kunnen niet tegen licht. Oh, hij staat in de fik. En ik heb hem. Heb je daarvoor die fakkels eromheen gemaakt? Ja. Wow. Ja, dit is in de mond van Huggy Wuggy. Dit is in de mond van Huggy Wuggy. En die heeft allemaal kippen gegeten. Ja, hij eet allemaal kippen. En hierin, kippen. Wow. Waarvoor heb je die opgesloten? Nou, omdat ze opgegeten zijn. Wow, alle kippen zijn naar buiten ontploft. Dat is niet normaal. Hey, kijk, laat het zien. Ja, dit is Huggy Wuggy. Ik heb allemaal kippen hier. En dit is Huggy Wuggy. Wauw. Geen handen, geen voeten. Met een staart. En de kippen zitten allemaal buiten. En ik ga even naar mijn. Wat is dit? Ontplofte skeletten Charizard en ontplofte. Het ziet er heel leuk uit. Een beetje een skelettenrupsje. Ja. Heel lief. Heel eng. Dit is mijn pijlenboog oefenplaats. Hier stop ik dan pijlen in. En dan schiet ik ze. Wow, dat is great. Asielaar, heel hoog. Maar kijk, ze kunnen vliegen. Maar laat eens dit is mijn Pokémon huis. Dit is mijn Pokémon huis. Ja, oh, die was gewoon overstroom. Dit is echt mooi. Wow, dit is gewoon een grote Pokémon bal. En hier zijn draken. En draken. Die ezel die moet zwemmen. Waar is je ezel? Waar ben je? Oh, die daar. Die moet daar. Niet zwemmen. Ja, maar al gaat hij hier wel, bij de deur. Oh ja, dan moet hij een stukje zwemmen om eruit te komen. Kijk, het regent al. Het is wel mega creatief. Door het regen is mijn ontploffing gebeurd. Dit. Overstroming. Hier is mijn bed. Ja, dan kan je wel lekker slapen af en toe. Ja. Dan ga ik even in de lucht uitkijken en dan kan ik zien. Ja, kijk, hier is. Oh, daar is hij. Hier is een Titanic. Wat een leuk, hè? En hier is een ijsrots. En hier is een Titanic. Op het droge. Ja. Die staat veilig. Met een ijsrots. En. Oh, prachtig. Dit wat zit hier ook gemaakt, in? Man. Oh, hier stond een schildpad in. Oh, dat was je aquarium. Ja. Zodat de mensen op de Titanic een beetje het gevoel hebben nog dat ze bij het water zijn. Ja. Die droog staan. En hier zijn allemaal schapen. Laat het van de zijkant zien, de Titanic. Ik kan er ook in, hè? Dit is erin, maar het regent wel naar binnen. Oh ja, het regent erin. Maar dat maakt niet uit, want dat hoort zo bij de Titanic. Er zit altijd water in de Titanic. Omdat hij zonk. Ja. Dus en wat is dat gebouw links? Oh, dat is Zelda's kasteel. Dat lijkt echt. Ja. En ik die hele hoge tower in ja, het midden. Hier heb ik 2 trappen. En ik heb deze gebroken gebruikt. Creatief. En hier kan je zo naar beneden. En weer een trappetje. Ah, ik vind die echt hier zijn heel mooi. Je kan je die 4 kanten waar je op kan springen. En dan kan je hier weer naar beneden. Deze octopussen heb ik uit een ei laten komen. Echt? Ja. Die zijn heel mooi. Gouden octopussen.
Boven water zijn ze goud, onder water zijn ze... Oh, ik zie een draak vliegen. Ja, ja, draken. Ik heb draken als huisdier. En hier is een Huggy Wuggy. Ja, en ik wil iets laten zien. Een andere Huggy Wuggy. Erin zitten spinnen in het water. Wow, heel veel. Die, heb je nog iets gebouwd? Om die kip te pakken heb ik al mijn speren hier gegooid. Om die kip te pakken. En nu is het tijd. Jij kip, je tijdperk komt eraan. Nou, wat... Hé, joh. Ik hak vaak kippen en schapen, net nee, als... Dit vind ik ziel. We zouden gebouwen laten zien. We zouden niet... Hij is hier dood gegaan nu. Zie je daar? Ja. Begrafenis. Leuk. Nou, leuk einde. Hé, hey, wat doe je? Nou, ik heb een hele grote, mooie begraafplaats. Iets groter. Nou, jongens... Dat was de begraafplaats van vandaag.